In de Verenigde Staten is op Loyos na het tapijt de grootste afvalberg. Het tapijt wordt zo in elkaar gezet dat de grondstoffen in feite waardeloos worden. Met name de grondstof latex is een grondstof die eigenlijk niet past in tapijt. Die latex zorgt ervoor dat het vulkaniseert, dus dat je het in elkaar bakt en nooit meer uit elkaar krijgt. Dus je moet een alternatief vinden voor die latex. Dat betekent ook dat je het hele tapijtproces aan moet passen. En dan moet je inventief te werk gaan. Ik ben aan dat avontuur begonnen. Je vindt het een hartstikke goed idee en je gaat er steeds meer voor. En dan ga je op zoek naar investeerders. Die investeerders die zijn allemaal zeer geïnteresseerd. Als het erop aankomt dat je centen nodig hebt, dan willen ze zien, ja, maar wat heb je al verkocht? En loopt dat proces al? Nee, dat proces loopt nog niet, want dat is nou net waar we de centen voor nodig hebben. Dus dat blijft een verhaal van de kip en het ei. Nou, wat je dan gaat doen is een extra hypotheek op je huis nemen. Vervolgens ga je een extra hypotheek op je bedrijfspand nemen. Om maar door te kunnen gaan. Het is 1 seconde voor 12. Het is niet 5 voor 12, het is 1 seconde voor 12. En we zaten ook echt in het scenario, ja, om alle schulden te betalen zullen mijn vrouw en ik tot onze 70ste... 75ste moeten werken. Het huis ben je sowieso kwijt. Het bedrijf, we zien wel hoe we daar verder gaan. Maar in ieder geval, het bedrijf konden we dan doorzetten. Maar iedereen op straat zetten. Dus alle personeel wat we hadden, zouden we op straat moeten zetten. En met ons tweeën doorgaan. Dus op dat punt hebben we echt gestaan. Ik heb een presentatie gegeven aan DSM. En op dat idee werd ontzettend enthousiast gereageerd. En door DSM werden er een aantal mensen vrijgemaakt om ons te helpen in het ontwikkelen van een lijm. Nou, er kwamen allerlei voorbeelden van lijm en die werkten eigenlijk allemaal niet. Totdat op een gegeven moment een medewerker kwam die zei, Chris, probeer deze potten. Nou, die potten die probeerden we en dat was ongelooflijk. Het werkte. En dan word je enthousiast. En dat was nog in de tijd dat het bij ons steeds minder ging. Maar je ziet zeg maar een einde aan die tunnel. Je ziet dat ik heb nu een product, als we dit hebben, dan hebben we eigenlijk zo'n beetje alle problemen opgelost. Dus dat geeft je wel moed. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En de resultaten van dat product, die waren ongelooflijk goed. Deze technologie is een revolutie in de tapijtindustrie. Er is interesse uit de hele wereld. En dat zijn bedrijven die ook zien dat de wereld niet zo door kan gaan zoals ze er nu mee bezig zijn.